Het was een financieel debakel, de Floriade in Almere. De gemeenteraad gaat onderzoeken wat er is gebeurd, maar hoe? Hij had de rekening in 2019 al betaald, maar vandaag lag er toch weer een herinnering op de mat. Fred Koppers uit Lelystad heeft last van een frauderende kaakchirurg. En Almere City neemt het morgen op tegen NEC. Maar na een onrustige week moeten ze dat doen zonder de clubpsycholoog. Het is vrijdag 20 oktober en dit is Flevoland. Goedenavond. Hoe komen we erachter wat er mis is gegaan bij de Floriade? Een onderzoekscommissie boog zich over die vraag en komt met een advies. Laat de gemeenteraad zelf op onderzoek uitgaan. De Floriade is natuurlijk vorig jaar afgerond. En die is niet zo afgerond als natuurlijk velen hadden gehoopt en verwacht. En met dat understatement heeft een voorbereidingscommissie het afgelopen half jaar in opdracht van de gemeenteraad gekeken naar hoe een onderzoek naar de Floriade eruit zou moeten zien. Een raadsenquête, zo luidt het advies. En een raadsenquête geeft ons de kans, geeft het vervolgonderzoek de kans om ook in de openbaarheid, bijvoorbeeld wethouders en voormalige wethouders, in de openbaarheid te laten vertellen wat heeft plaatsgevonden. Zodat niet alleen de gemeente ervan leert, maar eigenlijk ook iedereen ervan kan leren en er kennis van nemen. En daarnaast is inderdaad wat u zegt, de raadsenquête ook een zwaar middel. En geeft daarmee wat de commissie betreft ook de meeste mogelijkheden voor het hoofdonderzoek om daadwerkelijk die onderste steen boven te krijgen. De commissie adviseert de gemeenteraad om een aantal zaken nader te onderzoeken. De samenwerking tussen de gemeente en andere partijen. Of de gemeenteraad altijd juist, tijdig en volledig is geïnformeerd door het gemeentebestuur. En wat nu eigenlijk de totale kosten zijn van de Floriade. Ons advies is om in het hoofdonderzoek daar dieper op in te gaan. Om ook veel scherper neer te zetten van hoeveel heeft de Floriade gekost, opgeleverd en ook waarom. Dus waarom heeft het ook zoveel meer gekost? Dus om eigenlijk nu een duidelijke streep te trekken aan de hand van het hoofdonderzoek. Oké, dit is het resultaat van de Floriade. Want dat is denk ik belangrijk voor de stad en eigenlijk ook voor de raad om er echt een streep onder te kunnen zetten en echt dat leerproces in te kunnen gaan. In november gaat de raad de knoop doorhakken over of er een onderzoek komt en hoe dat eruit moet komen te zien. Wat doe je als je een rekening krijgt die je eigenlijk jaren geleden al hebt betaald? Meerdere mensen hebben bij Omroep Flevoland gemeld dat een geschorste kaakchirurg uit Almere valse rekeningen heeft verstuurd. Een van die mensen is Fred Koppers uit Lelystad. Nou, het zijn er inmiddels één factuur, twee herinneringen en een laatste herinnering met gelijk ook dreigement van we gaan nu over tot incasso. En die is net vandaag gekomen. En die is vandaag binnengekomen, ja. Maar even terug naar het begin. Het gaat om uw zoon. En om wat voor behandeling ging het? Hij had een absces aan zijn kaak en dat moest via tandartsverwijzing moest dat dan bij kaakchirurgie Flevoland moest dat behandeld worden. En dat is ook gebeurd? En dat is ook gebeurd, ja. En wanneer was dat? Dat is geweest in 2019. Hij was toen 16 jaar oud. En de rekening die is betaald? Dat hebben zij dus rechtstreeks gedaan. Hè? Dus de KC Flevoland heeft de declaratie bij Zilveren Kruis ingediend. En wij hebben inmiddels geverifieerd bij Zilveren Kruis en die hebben mij bevestigd van ja, dat hebben wij betaald. En dat gaat om dezelfde behandeling dan de rekeningen die nou hier op tafel liggen? Ja, dat is, mijn zoon is daar één keer geweest en dus daar kan ook geen misverstand over zijn. Dit is het verhaal. We zien het logo van de kaakchirurg hierop staan, maar heeft hij deze facturen zelf verstuurd? Die indruk heb ik wel, want ze komen namens hem binnen. En er wordt ook niet namens een andere partij wordt er geschreven. Het is gewoon zijn factuurpapier. En hij onderschrijft dat met KC Flevoland. En wat gaat u nou doen? Ik ga voorlopig niets doen, want ja, ik... Ik hoop maar dat de man gestopt kan worden en dat ook hij niet gaat proberen om middels een deurwaarder alsnog ons lastig te vallen. Ik heb het bij de Nederlandse Zorgautoriteit vandaag ook gemeld in de hoop dat zij ook er aandacht aan kunnen besteden. En ik zou eigenlijk tegen iedereen willen zeggen, joh, trap er niet in. Laat hem lekker proberen om...
om ermee te kappen met deze flauwekul. Kort samengevat, u vertrouwt het niet? Ik vertrouw het zeker niet, nee. En zorgverzekeraar Zilveren Kruis is een onderzoek gestart naar de valse rekeningen. Al een half jaar klagen bewoners van de Lelystadse wijk Het Bastion dat hun wijk verkrot. Ze hadden overlast van arbeidsmigranten en illegale bewoning. Maar na maatregelen van de gemeente kwam er een einde aan de klachten. We hebben daar een locatie gehad op de hoek. Daar hebben op een gegeven moment 28 Bulgaren ingezeten. En die lagen in de tuin, die zaten in een tuinhuisje. Dat was echt erbarmelijk slecht. Daar hebben we de politie gebeld, de brandweer gebeld, de gemeente gebeld. Niemand deed iets. En dat was het begin van een lange strijd met protesten in de wijk en bij het gemeentehuis om duidelijk te maken dat dit niet langer kon. Arbeidsmigranten zaten dikwijls illegaal in te kleine woningen. Er was veel herrie, afval slingerde op straat en ook de heggen werden niet goed onderhouden. Uiteindelijk bleef het protest niet onopgemerkt. Ik moet na alle strijd die wij gevoerd hebben gezamenlijk ook eens een keer wat positiefs zeggen. En dan wel over de gemeente. Ja? Die doet echt zijn best om de dingen die wij gevraagd hebben uit te voeren. We zien dat er mooi geknipt is, veel onkruid weggehaald, de straten zijn schoner. Er is vrij veel handhaving aanwezig om de boel te controleren. Vroeger stond hier bij de container wekelijks de hele week vuil. Als de zakken staan, binnen een half uur of een uur zijn ze weg. Ik vind het top. En ook op illegale bewoning wordt er nu snel gehandhaafd. We hebben een locatie gehad hier op het rijtje waar de arbeidsmigrant onder dwang van de dwangsom eruit gegaan zijn 2 weken terug. En een week later zaten er weer nieuwe in. Nou, ik heb hem gebeld en geappt. En binnen 3 dagen appte hij mij dat hij controle had uitgevoerd en dat de procedure van uitzetting in gang wordt gezet. Ik zei, nou, dat is top. Die kunt u gewoon dag en nacht bellen, die meneer bij de gemeente. Ja. Ik kan hem wel dag en nacht bellen hoor. Maar hij mag voor mij ook slapen hoor, dat maakt niet uit. Maar hij heeft aangetoond dat hij hier 's avonds laat controles uitgevoerd heeft. Want het heeft natuurlijk geen zin om op dit tijdstip ergens aan te bellen, want die mensen werken. Nou, 's avonds zie je, en dan zie je ook aan de witte nummerborden die hier allemaal komen. Dan zijn die mensen thuis en dan is hij er ook. Dat verdient een pluim. Ja, dikke. Hij krijgt een bosje bloemen. Ja, zeker weten. Aan de ene kant zijn ze blij dat er een begroting is, maar er zijn ook zorgen over het lege spaarpotje. De begroting van Almere zorgt voor wisselende reacties bij de politieke partijen. Nou ja, op zich zijn we natuurlijk blij dat er een sluitende begroting is. Ik denk dat dat iets is wat in deze moeilijke tijden sowieso natuurlijk al een lastige opgave is geweest. Maar ook in de begroting zitten best nog een groot aantal uitdagingen. Ja, dit is een teleurstellende begroting, omdat belangrijke zaken zoals tempo van de woningbouw, maar ook de wachtrijen in de zorg, voor zich uit worden geschoven door dit college en deze coalitie. We gaan in de plaats van dat we een spaardoel hebben, gaan we nu lenen bijvoorbeeld. En dat doen we wel voor onderhoud, maar toch, dat was nooit het geval. En 2 jaar geleden, ik heb erop nagekeken, toen hadden we nog een spaardoel en nu gaan we lenen. De gemeenteraad praat de komende 3 weken over de financiële voorstellen die het college doet over het gemeentelijke huishoudboekje van 2024. En daarbij moet er ook nog besloten worden over een bezuiniging van 32 miljoen. Deze taakstelling die stond al en ook de bezuiniging op de jeugdzorg staat eigenlijk al een hele tijd. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar die staat ook al een tijd. Dus er zijn geen nieuwe bezuinigingen, maar deze die al bekend waren moeten nog steeds ingevuld worden. Dat gaat in december gebeuren, daar heb ik alle vertrouwen in. Die uitdaging gaan we aan, maar het is nog niet gebeurd. We hadden het liever eerder gezien. Het was natuurlijk mooier geweest als het nu klaar was geweest, absoluut. Maar ja, we hebben ook een deadline dat 15 november de begroting ingeleverd moet worden bij de provincie. Dus nou, het college heeft hiervoor gekozen om dan in ieder geval nu een sluitende begroting te hebben met nog uitdagingen. En dat we die uitdagingen voor het kerstreces gepresenteerd krijgen hoe ze die denken op te lossen. In totaal heeft Almere een begroting van 1,2 miljard euro, maar er is een buffer van enkele miljoenen. En daarover maken de partijen zich zorgen. 2 jaar geleden hadden we nog een spaardoel van 58 miljoen. En nu moeten we in 1 keer gaan lenen. Dus mijn vraag zal ook zijn, hoe kan het dat wij plotseling aan de bedelstaf zijn geraakt?
Daarom hebben we ook gezegd dat als er dingen zijn die overblijven, hè, als er gelden overblijven, maar ook bijvoorbeeld de gelden uit het grondbedrijf, dat die eerst naar de buffer gaan voordat we ze uitgeven. Maar je moet blijven investeren. En ik zie ook nu weer dat de keuze wordt gemaakt om niet te investeren, bijvoorbeeld in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente. Dat is 100 miljoen die je terug zou gaan verdienen met duurzaamheidsmaatregelen, waarvan nu wordt gezegd, nou, wij durven zo'n beslissing niet aan. En ik had van een college dat zegt dat ze echt groen willen zijn wel beter verwacht. En dan van vuilnisstort naar paradijs. Er zijn plannen om de voormalige vuilstort Braambergen in Almere om te toveren tot een natuur- en recreatiepark. De eigenaar wil het gebied teruggeven aan de mensen. Dat betekent dat Braambergen, dat van 1982 tot 2008 dienst deed als vuilnisbelt, deel uit gaat maken van Natuurpark Almeerder Hout. Nou, om te beginnen gaan we het hele gebied landschappelijk opknappen. Dus we gaan op verschillende plekken bomen en struiken planten. Dat is goed voor de natuur en de biodiversiteit. Maar de hoofdbestemming wordt straks natuur en recreatie. Dus onder andere gaan we het boscircuit aanleggen. Dat is vanaf het begin van het complex, vanaf de afvalloods, loopt dat hier door de Valleiweg. En wordt vervolgens weer aangetakt op het cirkelbos. En daarmee wordt eigenlijk het hele gebied ontsloten voor recreatie. Ook komt er een skillspark voor mountainbikers, een uitkijktoren en een paviljoen. De gedachte is om, het is best een groot terrein, om op een centrale plek in het gebied, en dat is waar we hier staan, hier beneden, om daar een soort paviljoen te maken, waarbij de gedachte is om dat met circulair materiaal te doen. En zo'n paviljoen kan verschillende functies krijgen. Het kan horeca functie hebben, toiletvoorzieningen, een servicecentrum voor de fietsers, informatiecentrum, je kan vergaderen en misschien kan je ook wijnproeverijen organiseren, want we staan hier bovenop een van de heuvels met hierachter een mooie wijngaard. Ook de voormalige afvalhal waar vroeger de vuilnis werd verzameld en verwerkt krijgt een nieuwe functie. Nou, dat is een mooie grote ruimte en er zijn nu plannen en die zijn best wel concreet inmiddels om samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Almere daar een houtbelevingscentrum te maken. Dat houdt in dat in de loods komt waarschijnlijk een zagerij. Waar zeg maar het hout wat uit het bos komt, het zaaghout en het snoeihout, wordt daar verwerkt en bewerkt. En tegelijkertijd kunnen we ook voor de gemeente Almere daar sloop- en afvalhout, die vrijkomt bij allerlei projecten, weer opnieuw geschikt maken voor hergebruik. En wat aardig is dat het houtbelevingscentrum straks ook toegankelijk wordt voor het publiek. Dus mensen die binnenkomen op Braambergen, die kunnen daar kennis maken van alles wat mogelijk is met hout. Dat noemen we van plant tot plank. Dit najaar hoopt Afvalzorg NV dat de plannen worden goedgekeurd. Eind 2024 zou er dan begonnen kunnen worden met de aanleg. Na een weekje pauze vanwege Interland voetbal kan Almere City morgenavond weer aan de bak in de Eredivisie. Maar dat moeten ze doen zonder psycholoog Annemieke Zijerveld. In een uitzending van Radio 1 leverde zij harde kritiek op Ajax-coach Maurice Stijn en zijn staf. Almere City heeft al afstand genomen van haar kritiek, maar nu is besloten dat Zijerveld voorlopig niet meer bij de club werkt. Dat heb ik zelf natuurlijk wel eens meegemaakt, dat je verbaal iets uit de bocht vliegt. Niet slecht bedoeld, maar dat kan gebeuren. Maar wat ik daar aan wil toevoegen, en dat is nog niet naar buiten gekomen, wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze wel weer terugkomt. Ja, dan over de sport. De Almeerders gaan morgen op bezoek bij NEC in Nijmegen. En dat duel is een bijzondere voor voetbaltrainer Jack de Gier, die bij beide clubs een verleden heeft. De Gier miste als trainer van Almere City in mei 2018 op een haar na promotie naar de Eredivisie. Almere City wilde destijds heel graag door met de trainer, maar de Gier tekende een 3-jarig contract bij zijn oude liefde NEC, waar hij ooit als speler furoren had gemaakt. Achteraf nooit spijt gehad van die keuze? Jawel, natuurlijk. Want kijk, uiteindelijk kennen we allemaal of konden we allemaal de ambitie van Almere. En ja, dat had ik ook graag willen meemaken natuurlijk, hè, de promotie naar de Eredivisie. Gelukkig is dat uiteindelijk ook gelukt. Hè, vooral de mensen die natuurlijk al jaren daarachter zitten, die verdienen dat ook. Anderzijds, ik dacht natuurlijk ook bij NEC een grote kans te maken op promotie met de club. En dat viel uiteindelijk tegen. Zijn avontuur als trainer bij NEC was destijds dus geen lang leven beschoren. Toch is de Gier zijn oude club uit Nijmegen op de voet blijven volgen. En weet hij dus als geen ander wat Almere City te wachten staat zaterdagavond. Kijk naar spelers als Nightink, Lasse Schöne, Bas Dost. Hè, dan zou je zeggen,
Ja, daar zit wat meer ervaring in de ploeg. Aan de andere kant, ja, het is wisselvallig. En ik denk dat Almere wel in staat kan zijn om te profiteren van de wisselvalligheid. Zeker gezien de vorm, hè, of in ieder geval de vorm en de groei die Almere nu doormaakt, dat de mogelijkheden liggen voor Almere. Ik zie bij Almere ziek een groei en ik denk dat Almere in staat is met de staf en de mogelijkheden die ze hebben. Met Johan Hansma, dat ze ook willen kunnen kijken naar de gerichte versterkingen. Want dat zal misschien toch ook wel nodig zijn om dadelijk in het tweede seizoen zelf, vooral misschien in de breedte, maar ook kwalitatief wat sterker te worden. Voor wie ben jij zaterdagavond? Dat is een lastige voor mij, hè, natuurlijk. Hè, maar in principe maakt me dat niet zo heel veel uit, hoor, wie er wint. Maar gelijkspel zullen we maar houden dan. Ja. Gelijkspelletje dus zaterdag? Of een gemeen countertje van Almere. Dat zit absoluut binnen de mogelijkheden. En dit was Flevoland voor vandaag. Morgen is er weer een editie van ons Weekendcafé. Onze studio staat in de Kroonpassage in Lelystad. We bespreken de landelijke verkiezingscampagnes vanuit lokale hoek. We gaan het hebben over de verdozing van Lelystad. En we gaan knallend het weekend in met kanonschieten. Dat is morgen vanaf 10:00 bij Omroep Flevoland. Voor nu een heel fijn weekend.